Traditionele zwarte pieten zijn schadelijke stereotypen en voortaan niet meer welkom op Facebook en Instagram. Dat staat in de nieuwe gedragsregels van het Amerikaanse techbedrijf. Foto's en video's zullen worden verwijderd als gebruikers hun klachten indienen. Op het moment dat in november dat ik een zwarte piet zie, ik trap hoogstpersoonlijk op zijn gezicht. De meeste mensen, hand op Marti, hier gesprek, hebben er helemaal geen problemen mee. Hoe kan het er zijn dat er nu zoveel belangstelling is voor mensen die er wel een probleem hebben? Ja, ik weet. Wat zijn dat voor mensen dan? Zeurpieten. De zeurpiet. Ja. Heeft u kinderen? Ja. Kleinkinderen ook misschien? Ja. Vieren die Sinterklaas? Ja, en Zwarte Piet, ja. Die is er gewoon weer bij? Ja, gewoon bij. Wij willen Zwarte Piet, wij willen Zwarte Piet. Zo zwart als roet en anders niet. Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Met al dat gedoe in het nieuws omtrent het coronavirus, zouden we al snel vergeten dat we nog een ander, veel hardnekkiger virus hebben in Nederland. Namelijk het KOZP-virus. En ik hoor jullie nu al denken van, ah Leon, moet dit nou, het is pas eind augustus. Ja, dit moet! Bij ons in Twente hebben we een gezegde, namelijk, helligheid is net als stront met de roet. En op YouTube kan dat. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben helemaal klaar met dat domme, achterlijke, idiote en onzinnige gezeik over zogenaamd institutioneel racisme in Nederland. Bestaat helemaal niet, is een mythe. We moeten Zwarte Pieten en andere kleurtjes minken. We moeten onszelf een spiegel voorhouden. We moeten schuld bekennen voor dingen die wij, nog onze eigen voorouders, kleurlingen hebben aangedaan. We moeten blank opeens wit noemen. We moeten de namen van negerzoenen, zigeunersaus en jodenkoeken veranderen. We moeten de politie ontwapenen. We moeten alle boeken verbranden waarin de zwarte medemens geen directeur, maar werknemer is. We moeten alle films en televisieseries verwijderen die mensen van kleur eventueel zoden kunnen kwetsen. We moeten alle musea ontdoen van alle schilderijen waarop blanken de bovenliggende partij zijn. We moeten toegeven dat we racisten zijn. We moeten onze kinderen gastlessen laten geven door criminele activisten die als illegaal naar Nederland kwamen en die hier alle kansen kregen om een fatsoenlijke opleiding te volgen en echt werk te zoeken, maar het gewoon vertikken. We moeten voetbalclubs verketteren die Ron Jans aanstellen als trainer omdat hij een liedje met daarin het woord nigger meezong in de kleedkamer. We moeten, wacht maar af, herstelbetalingen gaan doen aan nakomelingen van slaven. We moeten kapot geïndoctrineerd worden door de publieke omroepen en de kranten tot we werkelijk gaan geloven dat kleurlingen in dit land achter in de bus moeten gaan zitten op weg naar de slavendrijvers en hun plantages. Hier. We moeten de namen van tunnels, straten, gebouwen en organisaties veranderen. We moeten het een mooi voorbeeld van democratie van onderaf vinden als tuig van Black Lives Matter en Antifa standbeelden gaat neerhalen en bekladden en Amerikaanse vlaggen, afgehakte varkenskoppen en zelfs bijbels gaat verbranden. We moeten het normaal vinden dat we bedreigd worden met geweld als we meedoen aan een verkleedpartij. We moeten het Engelstalige oorlogsjargon van de Black Panthers aanhoren. We moeten ourselves educaten. We moeten verhalen over aanslagen door groepen rechtsextremisten geloven en heel erg verontwaardigd doen, zelfs als op onze klompen, mag dat nog, klompen, aanvoelen dat er eigenlijk geen moer aan de hand was. We moeten meer Tara Sinfarma's en John Leerdammen in de Tweede Kamer kiezen ter vervanging van de blanke overheersers. We moeten knielen voor activisten van kleur. We moeten dit, we moeten dat, we moeten zus, we moeten zo. En weten jullie wat nog het ergste is? Steeds meer blanken doen het nog ook. In de eerste plaats hebben we natuurlijk de blanke deugd-BN'ers, niveau Charlie Luske en Georgina Verbaan, onze huichelpiet, die bang zijn dat het in handel kost als ze geen petities tekenen, geen zwarte vlakken op social media zetten of oproepen om demonstraties te bezoeken. Maar helaas ook steeds meer onbekende blanken. Naïvelingen, meelopers en angsthazen. Als makke schapen lopen ze achter ordinaire hitsers aan als Jerry Airfryer, Sylvana Simons en die vreselijke nepper van een Aquasi aan. Walgelijk! Voor alle duidelijkheid. Er bestaat geen enkel verband tussen Sinterklaas, Zwarte Piet en racistisch haatzaaien.
een link tussen Zwarte Piet en het Europese kolonialisme tussen 1500 en 1900, waar deze protestgroepen op doelen, hebben wetenschappers en historici eveneens niet kunnen vinden. En dat het bij Zwarte Piet zou gaan om een racistische 19e eeuwse Amerikaanse blackface traditie is ook aantoonbaar onjuist. Het zwart maken van gezichten met roet werd al gedaan in de oudheid. En dat had helemaal niks met racisme, discriminatie of slavernij te maken. Dat was puur een tribal dingetje. Zwarte Piet is min of meer gebaseerd op die oude tradities. Onze eigen Nederlandse Zwarte Piet, zoals we hem vandaag de dag nog steeds kennen, is bedacht door Jan Schenkman, die in 1850 het boek Sint-Nicolaas en zijn knecht uitbracht. Jan Schenkman was een christensocialist en een vooraanstaand lid van de maatschappij tot het nut van het algemeen. Dat was een organisatie die voor de afschaffing van slavernij was en tegen racisme. Jan Schenkman bedacht Zwarte Piet als actie tegen de slavernij. Meer informatie daarover kun je vinden in deze video, link in de beschrijving. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet beweert dat het zwart sminken van gezichten nergens ter wereld nog wordt getolereerd. Bullshit! Lulkoek! Zwart sminktradities komen nog in vele landen op deze wereld voor. Zelfs in landen waar enkel en alleen donkere mensen wonen. Ik heb even een korte diavoorstelling gemaakt. Komt-ie. Zie je nou? Op de Nederlandse Antillen, waaronder Curaçao, wordt ook Sinterklaas gevierd. Met Zwarte Pieten. En die donkere Antillianen doen er gewoon vrolijk aan mee. Niemand die daarover zeikt. Sterker nog, Sinterklaas wordt op Curaçao gespeeld door een donkere man die blank wordt gesminkt. Zeikt helemaal niemand over. KOZP wil graag iedereen in binnen- en buitenland laten geloven dat alle donker getinte mensen tegen Zwarte Piet zijn. Het tegendeel is echter waar. Protestgroepen als Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet mogen dan wel denken dat ze tegen racisme aan het strijden zijn, maar in werkelijkheid wakkeren ze het juist aan. Alles wat zij doen werd averechts. En wat het slavernijverleden betreft, het waren de Afrikanen die hun eigen volk verkochten aan de blanke Europeanen. De blanke Europeanen gingen niet zelf op pad in Afrika om slaven te krijgen. Dat konden ze helemaal niet vanwege malaria en andere ziektes. Maar dat historische feitje wordt door KOZP maar eventjes voor het gemak onder het tapijt geschoven. Wereldwijd zijn er vandaag de dag nog steeds miljoenen seksslaven en kindslaven. Maar daar hoor je die protestroepen nooit over. Laten we het ook eens hebben over de Tweede Wereldoorlog. Duizenden mensen werden gevangen genomen en te werk gezet in Duitsland. Moderne slavernij. Moeten we nou heel Duitsland maar gaan lopen afzeiken omdat dat gebeurd is? Nee. Weet je, het is geschiedenis. Het ligt achter ons. Er is zand overheen gegaan. Het is klaar. Niet meer bij stilstaan. Maar die protestgroepen gaan weer honderden jaren terug in de tijd. Over oude koeien uit de sloot halen gesproken. Nou, zij halen er een complete dinosaurus uit. Lieve Nederlanders, zal ik jullie eens zeggen wat wij moeten? Wij moeten helemaal niks! Ja, wij moeten ons aan artikel 1 van de grondwet houden. Wij moeten ook onze kinderen leren dat ze mensen niet mogen discrimineren op basis van hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, etniciteit, officieel staat er ras, maar er is maar één ras, is het menselijk ras, punt. Geslacht of op welke grond dan ook. Dat heet opvoeden. En we moeten mensen die het echt moeilijk hebben af en toe een klontje geven. En de rest kan de tering krijgen. Bah!
Dankjewel Vlog Piet voor je inbreng. Voor ik het vergeet. In de beschrijving zijn nog linkjes naar twee petities. Eentje voor het behoud van Zwarte Piet op Facebook. En eentje voor het verbieden van KOZP. Als jullie die even zouden willen tekenen, zou ik jullie zeer erkentelijk zijn. Merci beaucoup. Vonden jullie dit nou een goede video? Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwste video's op mijn kanaal? Klik op abonneren en op de notificatiebel. Verder wil ik jullie vragen om een toffe reactie achter te laten en deze video te delen met al je vrienden op social media voor het behoud van onze Nederlandse cultuur. Bedankt voor het kijken en ik heb nog maar één ding te zeggen en dat is hernig aan!